Dat doet ze zonder haar lippen te bewegen, dus ze gaat niet zingen. Even kijken. Dus, en dan komt, hoe heet ze? Zeg het even. Nathalie. Die komt als Cupido en die schiet met een pijl, een hartje erop, hè, schiet ze haar raak. En dan krijgt ze allemaal van die mooie herinneringen en beelden van de jongen waar ze op zijn verliefd is. En dat is Jeroen dan, en dan zie je dan even allemaal wazigend beeld. En dan stuurt ze van geluk. We wouden dit dus doen op een mooie locatie met een hemelbed. Dus niet op een paar stoelen. En dan kijken we couplet 2. Dus weer de zangeres die zit aan de tafel. Van, kunnen jullie dat even doen? Even een idee klaar? Oké. Nou ja, ze zitten dus aan tafel en Chrissy, dus Kirsten in dit geval, die heeft dan, omdat ze op de jongen verliet is, heeft ze helemaal geen hongertje. En gooit ze dus het eten weg. Ja, dus ze wil het niet. En nou, dan komt weer Nathalie. Die komt weer als Cupido en even kijken, die schiet haar weer met herinneringen. Dus je krijgt weer Jeroen, een knap jongen. kijk, de locatie hebben we gewoon in een normale huiskamer, of eetkamer, dus keuken of zo. Ja? Nou, dan beginnen we met couplet 3. Dus nou, de zangeres, Chrissy, een Kirsten doet het voor, die loopt dus gewoon op de schoolplein. Die loopt dan met haar vriendinnen en dan komt ze langs de jongen die daar met zijn vriendin staat. Dan wordt ze heel erg jaloers. Kijk maar, een beetje jaloers, Kirsten. Dan staat Jeroen daar met zijn vriendjes en vriendinnetje. Geerte. En nou, dat is het eerste gedeelte van couplet 3. Dan krijgen we ook nog een filmpje over dat ze in de klas zit. En dan ziet ze weer die jongen met zijn vriendin praten en een beetje flikflooien. Nou, flooi. En daarna, ze wordt daar een beetje droeg van. Thinking about you, I can't eat.
thinking about you, I can't eat. Because I'm thinking, thinking about you, I can't eat. No. Een beetje rustig aan het zingen, hè? Die wil steeds hier klaar zijn als de klaar is. Goeie, we weten. Je hebt altijd, er gaat toch geen bus hier vandaan terug, want je moet niet halen. Sitting on the table, thinking about you, I can't eat. Because I'm thinking, thinking about you, I can't eat. I can't drink about you. I can't drink, I think I can drink. Nou, ik ook vrij werk, hè? Ja, nee, maar ik begrijp. Er is bijna ook iemand op een minaretschap die ook wordt. About you, I can't eat. Because I'm thinking, thinking about you, I can't eat. I can't drink about you. I love you, I know that for sure. But you don't love me, I know that for sure. I love you, I know. Pak hem even op een terugrijdje. Can't eat, I can't drink about you. I love you, I know that for sure. But you don't love me, I know that for sure. I love you with all my heart. But why don't you? But why don't you? But why don't you? But why don't you? I'm at school thinking about you. I can't learn. Because I'm thinking, thinking about you, I see you in class. Een beetje, toch ook al niet. Ga ik hem op het laatste plekje. I'm at school, thinking about you, I can't learn. Uitrekken. I'm at school, thinking about you, I can't learn. Because I'm thinking, thinking about you, I see you in class. Thinking about your girlfriend. I love you, I know that for sure. But you don't love me, I know that for sure. I love you with all my heart. But why don't you? But why don't you? But why don't you? Ik er allemaal uit. Ja. Ik heb een beetje schaduw nu. Wie ben jij? Ik ben René, ik ben de klasse leraar van... Camera eruit. Wie ben jij? Ik ben René. Ik ben de klasseleraar van groep 23. Oh. Ja. En hoe is groep 23? Oh, het is een buikengroep. Daar kun je mee lezen, mee zingen, mee schrijven. Je kunt er alles mee. Oh. Fijne groep. Fijne groep, ja. Zijn de leerlingen die opvallen? Ja.
Ja, ja, zeker wel. Enkele leerlingen vallen bijzonder op, ja. Ik denk dan ook bijzonder aan Christel Quirijnen. Ja. Christel Quirijnen? Ja, heel sociaal, heel, ook naar de groep toe, ook naar mij toe, dat zou ik zeggen. En wat is haar aandeel in het popproject? Ja, ze schrijft en ze zingt, laat ik zo zeggen. Ja. En dat is leuk. Dat is heel leuk. Ik heb het nummer gehoord, zeg maar. Ik ging helemaal op het dak. Helemaal op het dak. Ik bedoel, volgens mij gaat groep 23 de eerste prijs winnen. En zo niet, dan zullen ze van me horen. Zo, en wat bedoel je daarmee? Nou, dat zal de organisatie van me horen. Is dat zo? Ik ben niet akkoord. Nee, natuurlijk niet. Nee. En wat denk je dan te gaan ondernemen? Ja, op zich denk ik dat ik beslag ga leggen op die banden. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Dus dan ga je toch maatregelen? Ja, de organisatie van het popproject ga ik ter verantwoording roepen. Oh. En die moeten zich in de ten overstaan van het volledige volk op het podium aan verantwoorden. Is dat zo? Ja, dat is zo. Oh. En denk je dat dit de grote doorbraak wordt voor Christel? Ja, ik moet het wel zeggen. Ik heb ook andere groepjes gehoord, zeg maar. Die waren ook wel aardig op zich. Maar ik dacht dat Christel toch eigenlijk wel, verder de overheid stak. Ja. Is het nou zo dat alle andere groepen eigenlijk best wel kunnen uitscheiden met een popproject omdat Christel eraan komt? Wordt dit de grote doorbraak voor haar? Nou, ze moeten niet meer stoppen. Ik bedoel, ze moeten vinden, ook van zichzelf vinden, dat ze het behoorlijk hebben gedaan. Maar er is maar één die er bovenuit stikt, dat is groep 23 met Christel Quirijnen. Ja, dat is gewoon appelsap met... Lieve Christel, als je nog een manager zoekt, dan ben ik je man. Goed. Beginnen? Ja. Nou, ik ben Christel Quirijnen, ik ben 14 jaar, ik woon in Putten. Kijk maar naar mij, je zit naar mij, dus je praat tegen mij. Oh, oké. Ja, ga maar. Ik ben Christel Quirijnen, ik woon in Putten. Ik ben 14 jaar, ik heb een broertje en ik woon ook in Putten met mijn ouders. Ik heb een konijn, een goudvis en mijn vader heeft een grote foliaire in de tuin. Wat zit daarin, in die foliaire? Een hele boekenaris, allerlei kleuren. En mijn hobby's zijn jazzballetten, softballen. Ik luister graag muziek in mijn vrije tijd. Nou, wat voor muziek? Van alles, ja, gewoon wat er in de top staat eigenlijk. Ik let graag met vriendinnen. Ja, gewoon gezelligheid. Nou, ik heb het prima naar mijn zin op het Roncalli. En ik heb geen spijt van dat ik naar deze school ben gekomen. En waarom heb jij voor het Roncalli gekozen? Ik vond het systeem wel leuk waar ze mee werkte en ik vond die andere school ook zo groot. Ja, dat sprak me gewoon heel erg aan. Maar dat betekent dat je iedere dag kon fietsen? Want jij woont niet in Putten? Putten, kon je fietsen? Nee, ik hoef niet te fietsen, maar ik doe het wel in de zomer en in de winter ga ik altijd met de bus. Maar hoe lang is dat fietsen dan hierin? Een uurtje. 20 kilometer. Zo. Nou ben jij namens de groep artiest geworden, hoe vind je dat? Ik vind het heel gezellig om te doen. Het is weer eens wat anders. Ja. Hoe is dat vorige week gegaan in de opnamestudio? Hele ervaringen. Ja, was wel eerst even wennen. Heel vaak liet je over nu te doen. Maar ja, het is de moeite waard. Was jij het nou die af en toe een hele andere melodie ging zingen? Ja, dat was ik. Was jij dat? En waarom deed je dat? Ik zat volgens mij met een ander liedje in mijn hoofd. Is dat een bekend liedje voor jou? Of zeg maar een zelfverzonnen melodietje? Ja, denk het. Maar voor het vervelend, voor het moeilijk, voor het spannend, wat? Ik vond het niet vervelend. Het was best spannend om te doen. Boven zaten we met zo'n groot mengpaneel. Ja, ik vond het... En je hebt het bandje al gehoord? Ik heb het al gehoord. En wat vind je daar nou van? Nou, ik vind het wel uitklinken. Ja? Denk je dat, dat het een kanshebber is? Zeker weten. Ja, en jij hebt zelf die tekst geschreven. Ja. Gaat dat dan ook over jezelf of niet? Nou, niet echt. Niet echt. Want jij zingt in het liedje over dat je niet kan eten, niet kan drinken. No. En niet kan leren, omdat jij dan denkt, wie is die iemand? Niemand. Niemand? Nee. Dus er is niemand dat je denkt van, zo, die of die? Nee. Of mag niemand dat weten? Ook niet. Okay. Maar wanneer heb jij die tekst geschreven? Ja, daar werd gevraagd of wij allemaal een tekst
zou schrijven voor het popproject. En toen heb ik dat dus gedaan. Ja. En hoe vond jij nou dat de hele klas jouw tekst heeft uitgekozen? Ik dacht, dat kan gewoon niet, want ik had liedje eigenlijk in 5 minuten geschreven. Binnen 5 minuten geschreven? Ja, ik had er 5 minuten geschreven. Ik dacht, dat kan nooit. En ik vond het liedje wat zeg maar tweede was geworden, vond ik veel mooier van Dancy. Ja, ja. En toen heb jij zelf een bandje ingezongen met de melodie voor het refrein. Mm-hmm. Hoe kwam je daaraan? Ja, dat was eigenlijk al, toen ik de tekst aan het schrijven was, toen zag ik er eigenlijk al mee mogen met de melodietje. En toen naar de rand werd gevraagd of ik dat dus melodietje wilde zingen, toen heb ik dat dus gezongen. Wat gaat er nou nog verder met het popproject gebeuren met jou? Word je beroemd? Of was het zomaar leuk om een keer... Nou, ik vind het sowieso leuk om te doen, maar als ik daarmee beroemd word, nou, vind ik het niet erg. Ja. Oké, okay, Kirsten is een heel aardige meid. Af en toe dan praat ze een beetje te veel over dingen. Een beetje te hard. Dat was in de bus, maar ja, laat ik maar even achterwege. En ja, het is gewoon een heel aardige meid. Ze kan goed zingen, ze heeft goed ritmegevoel. Dansen. Ze kan goed dansen, dat is ook iets. Dat is heel belangrijk met een popproject. Nou, het is ook een hele aardige meid. Wij zijn denk ik een van de beste vriendinnen. We hebben wel af en toe een ruzie, maar dat hoort erbij, hè? En ja, ik vind ook dat ze heel goed kan zingen. Ze is niet voor niks artiest geworden. Blijf staan zo, hè? Die pijl, dat gekleurde ding. Heb je dat? Nee, wacht maar. En dan ga je langs de arm en je eindigt hier bij die vleugels. Heb je dat? En zoiets. Ja, dat is mooi. En dan ga je bewegen. Neem maar op dit. Hebben? Ja, dat kan heel moeilijk. Ja, dat is wel lastig. Het draait nog steeds. Hè? Even stil houden die boog. En kijk nou eens naar de muur. Nee, naar de deur. Doen we nog eens. Boog stil houden. Stil houden. Kijk maar niet in de lens. Schiet eens. Camera draait. Ja, rij maar. Ja. Bij het geluid is het nog niet echt goed, hè? Ja. Hoi, hier is Chrissy met haar debuutsingel Why Don't You Love Me? Oh. Kijk in de... Hoi, hier is Chrissy met haar nieuwe debuutsingel Why Don't You Love Me? Hoi, hier is Chrissy met haar nieuwe debuutsingel Why Don't You Love Me? Ja. About you, I've got another dance with you. I've got you.
Ja. Sitting on a table, thinking about you, I can't eat. Because I'm thinking, thinking about you, I can't eat. I can't think about you. I love you, I know that for sure. But you don't love me, I know that for sure. Christel, jij bent in beeld. Ga maar kijken.
Camera stop. Oké. Okay. Ja, goed zo, goed zo. Camera. Geluid. Je hoofd een beetje omhoog. Volgens mij staat in het heel goed. Derde compleet moest je hebben. Camera stop. Ga dan blij weg. Jullie komen in beeld, let op. Als ze daarin lopen. Pak hun nou nog eens op die bank. Close-up? Ja. Nee, zeg maar, zeg maar. En zeg maar even stop. Rijdt hij? Ja. Je kijkt nog even. Sorry. Camera stop. Ja, loop. Ja, maar nou gaat er iets fout, hoor. Jij ziet nauwelijks Janna, denk ik. Ja. Het gaat los, snel. Uit. Ja. Oké, loop maar door. Ja. Zeg maar stop. Ik geef een seintje. Camera draait. Sjoep, maar joh. Keel. Oplet hoor, we moeten nog een opname maken. Camera draait. Kom maar lopen. En je blijft naar haar kijken. Oké, ze zijn uit beeld, hè? Ja. Oké, zeg maar op. Hoi, hier is Chrissy met haar nieuwe debuutsingle Why Don't You Love Me? I'm lying in my bed thinking about you. I can't sleep because I'm thinking about you. I've got another daydream about you, about you. I love you, I know that for sure. But you don't love me, I know that for sure. I love you with all my heart. But why don't you? But why don't you? But why? About you, I can't eat because I'm thinking about you. I can't eat, I can't drink about you. I love you, I know that for sure. But you don't love me, I know that for sure. I love you with all my heart. But why? You
about you I can't learn. Because I'm thinking, thinking about you, I see you in class, thinking about your girlfriend. I love you, I know that for sure, but you don't love.